Hallo, het is vandaag, hoeveel is het vandaag? Het is 7 juni. 7. En We gaan gewoon door. We gaan leuke dingen doen nu het nog kan, nu ik me niet beroerd voel. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Ja. Dus we zijn vandaag gezellig met Jessie Silver en mijn lieve Poppie naar Plaswijkpark in Rotterdam. Zo leuk dat je bedenkt dat hij nu gewoon al een stuk beter kan lopen. Vorig jaar vond hij nog best wel dingetjes eng. En dat vonden wij ook trouwens dingetjes eng, omdat hij dan heel veel viel en dingen glad en ja, toch wat gevaarlijk leken. Ja, maar nu dus niet meer. Lopen, rennen, springen, klimmen, hij vindt alles leuk. Wat is dat? Dat is een kangoeroe. Een kangoeroe. Jessie. Jessie. Hoe heet die? Kangoeroe. Ja. Zeg dan. Kou. 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 Kangoeroe. Heel goed. Ja. Kom, we gaan lekker naar binnen. Want papa en mama moeten plassen. Jessie, kom maar. Kom maar, ga jij terug, ga even ergens anders naartoe. Hallo. 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 Hallo
kleine man is lekker aan het spelen in het water. Super leuk hier. En dat zonnetje, dat maakt toch altijd wel al een hele hoop goed. Weer dat je even je vrolijke hormoontjes binnenkrijgt. Hoewel ik nu tegenwoordig alles met het woord hormoon ik een beetje bang voor ben geworden, maar goed. Ik ga gewoon lekker genieten van deze dag. It's mommy time. Oh, ja. Echt, meneer Wervelstorm gaat echt van links naar rechts. Hij is niet meer bang, dus hij vindt alles leuk. En dit vindt hij het leukst. Nou, we hebben dus de vorige keer eigenlijk alleen aan de kant zijn geweest van speeltuin en het water gebeuren. Blijkt er dus ook gewoon een klein dierenrijk te zijn. En daar zijn we nu eventjes doorheen aan het wandelen. We hebben al otters gezien en nu is dit de beverrat en de walibi hier aan deze kant. En super leuk. Ja. Super rustig ook, dus dat is ook wel echt... Hè? Leuk hè? Er komt meer. Nog meer? Kijk! Oh! Er komt meer. Die is lief hè? Eten. Ja, we gaan hem eten. Eten geven. Heeft een babytje die walibi? Kijk nou, die heeft gewoon een baby in zijn buideltje. Kijk of die zover kan inzoomen. Dat denk ik wel. Hij is niet heel scherp, maar... Dus dan hoe stiller je hem houdt, hoe, hoe verder je inzoomt, hoe... Ja, dat is moeilijk. Ja, ja, hij is even wel... Je ziet hem wel goed. Stellen. Je ziet hem wel goed dat er een babytje in zit. Oh! Ja! Leuk, hè? En wat hebben ze hier allemaal? Stokstaartjes. Stukstaartjes. Oh, nee. Wow, grappige beestjes allemaal. Het is weer eens wat anders dan een standaard schaapie. Ja. Kijk eens links, daar zie je ze goed. Dat zijn volgens mij... Dat een prairiehond. Nee, wat is dat voor beest? Maar ze hebben ook overal zoveel van. Dat is ook wel leuk. Dat je niet moet zoeken. Nee. Een wortel, hè? Een wortel? Ja. Eten ze wortels? Ja. Oh, oké. Okay. Maar de schat is, hè? Kijk, die is ook aan het poepen. Waar? Deze. Die was aan het poepen. Oh. Kijk, ja. Nee, het lijkt me zo. Oh ja, ja, weer een keutel. Dat moet ook gebeuren, hè? Zeker. Oh, kijk nou. Vergon. Je bril? Waar is je bril? Rijden we er overheen? Oh. Normaal kon je hier ook doorheen, maar dat kan nu niet. Omtrent de vogelgriep. Maar verder gaat alles oké, okay, hè? Heerlijk. Geen corona? Geen corona. Dat is het enige wat zeker is. Zo, wat staat daar dan voor vogel? Oh, kijk dan, wat een grote vogel. Straasvogel. Dat is een straasvogel, baby. Dat is een grote vogel. Kijk. Hé. Hey. Die is pas groot, schat. Moet je dan eens kijken, schat. Die is een straasvogel.
Straatvogel. Grote vogel. Tak, kogel. Grote vogel. Oh ja, een mara. Een mara. Wat nou struisvogel? Nee, dat zijn die mara's. Oh. En dat zijn emoes volgens mij. Struisvogel is groter. Dan kan je bijna op rijden, toch? Dit is een nandoe. Dat zei ik toch? Grijp! Trek je het nog? Het is wel leuk in zo'n bosrijke omgeving met hooikoorts. Nergens last van. Pijn is een emotie. Kun je uitschakelen. Treintje. Gaan we zwaaien naar de trein. Volgens mij willen ze erbij. De geit heeft maar twee. Hier. Wat zingen we dan, Jessie? Hakuna Matata. What a wonderful thing. Hakuna Matata. It's the best in grace. It means no worries for the rest of your day. It's a problem free, but it loves to be. Kijk, Jessie. Doe maar roepen, Jessie. En hertjes. Doe maar roepen. Kom maar, doe maar op. Ja, goed zo. Wie is dat? Bambi. Is dat Bambi? Ja. Oh. Er zijn wel heel veel Bambi's. Pas op je vinger, hè? We zijn zo druk bezig met de camera's, dan vreten ze zijn vinger. Mama! Mama! Zo, die is lief. Mama. Niet heel gauw. Dat is lief. Nou, ze zijn niet schuw voor je, schat. Hè? Hallo. Hi. Hi. Het is geen vogel die op je arm gaat zitten. Ja. Oh. Kom maar, Kami. Kom. Kom maar, Kami. Kom. Kom maar, Kami. Kijk eens, ze hebben ook alpaca's. En daar staan nog wat kleine geitjes. En daar staan Duitse reuzen. Die zijn verstopt nu. En daarachter staan nog wat ezels. Dat was leuk, hè, Jessie? Ja. Ja. We hebben de varken hebben ook nog gezien. Maar het is weer tijd. Het is de hoogste tijd. Het was gezellig. Het was heerlijk weer. Ik ga kapot van de hooikoorts. Helaas, dat heb ik al echt jaren niet gehad. Maar tijd om daar weer de tabletjes voor te halen. Maar we gaan lekker naar huis, we gaan naar de auto, want het is tijd. En hierbij zijn we ook aan het einde gekomen van deze leuke video. Wij hebben een hele fijne dag gehad. Ja. Ja? Ja. Voelen we weer even normaal. Dat konden we wel gebruiken dit inderdaad. Dus we zien jullie graag bij de volgende vlog. Vergeet niet duimpje omhoog te doen en te abonneren. En we zien jullie heel graag de volgende keer. Ciao, 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 ciao. Ciao.